Duizenden medewerkers staan dagelijks klaar om jouw pakketje op tijd te bezorgen op het desgewenste adres. Bij het bezorgen van deze pakketten wordt er ook steeds meer rekening gehouden met duurzaamheid. Hoe dat in zijn werk gaat, gaan we zien bij DPD Nederland. Bij bezorgen van pakketten komt veel kijken. Het is een proces wat snel en efficiënt moet gebeuren. Is een proces eigenlijk waarbij je, als je 's avonds lekker op de bank zit, het pakketje bestelt. Dit bericht doorgegeven wordt uiteindelijk aan de pakketbezorger. Die komt het pakket ophalen in de webshop. De pakketbezorger brengt het pakketje naar een van de sorteerlocaties in Nederland. Waarbij op fijnmazige manier eigenlijk de pakketjes worden uitgesorteerd op de routes voor de volgende dag. Deze routes zijn dan lokaal georiënteerd. Waarna de bezorger het pakketje in het afgesproken tijdsvak bij je thuis komt brengen, straat in komt rijden, netjes aanbelt en het pakketje overhandigt. Duurzaamheid is enorm belangrijk voor de bedrijfsvoering van iedere organisatie op dit moment. En niet alleen de organisatie, ik denk van ons allemaal. Kijken naar wat er bij de pakketbezorger op dit moment gebeurt, is dat het natuurlijk niet alleen vanuit wet en regelgeving vanzelfsprekend is dat je moet bijdragen aan duurzaamheid. Maar de pakketbezorger staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. En daarmee is hij onderdeel geworden van heel dit duurzaamheidsvraagstuk voor ons allemaal. Uiteindelijk draait het allemaal om één ding. En dat is dat we allemaal hetzelfde adres hebben. En dat is namelijk de aarde. Als pakketvervoerder kan je op verschillende manieren bijdragen in duurzame pakketbezorging. Het kan middels je gebouwen, deze zo efficiënt en klimaatneutraal te laten opereren. Maar uiteraard ook in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Slimme, innovatieve oplossingen toepassen, waarbij medewerkers ook op latere leeftijd nog makkelijk en eenvoudig kunnen werken. Als voorbeeld tilondersteuning. En uiteindelijk gaat de hele branche naartoe om pakketjes CO2-neutraal te gaan bezorgen. Er zijn diverse initiatieven om de CO2-uitstoot te reduceren, waaronder uiteindelijk in 30 steden in heel Nederland emissieloos vrij pakketjes te bezorgen, middels onder andere elektrische voertuigen, elektrische scooters, fietsen, maar ook mensen die gewoon met pakketten lopen door de stad op hele dichtbije afstanden. Daarnaast zijn de pick-up points dicht bij de mensen gepositioneerd, waarbij je pakketjes zowel kunt bezorgen als ophalen, zelfs versturen, waarmee je zorgt dat er zo min mogelijk kilometers wordt gereden door uiteindelijk te ontvangen van het pakketje. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot is het ook belangrijk om te kijken naar de luchtkwaliteit specifiek. Luchtkwaliteit, dan heb ik met name over de fijnstofuitstoot die er is, kan ook heel gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. En mensen die klachten hebben aan hun luchtwegen, kunnen hier dus ook enorm hinder van ondervinden. Pakketvervoerders nemen daarom initiatieven, waaronder dus het toepassen van sensoren op bussen om deze luchtkwaliteit continu te monitoren, live. En in samenspraak met de overheid en gemeente is dit dus zeg maar te delen met elkaar om daarop ingrepen te doen. En daar zijn mooie voorbeelden van, waaronder in Lissabon, waarbij dus de fijnstofuitstoot dusdanig hoog was in de nabije omgeving van een basisschool, dat samen met de overheid daar is ingegrepen en het gebied rondom die basisschool een zero-emissiezone is geworden. Naast het voorbeeld in Lissabon worden deze metingen ook inmiddels live gedaan in Rotterdam en Den Haag. Daar wordt de fijnstof gemeten in deze steden. En daar wordt samen met de overheid gekeken op basis van alle data en alle informatie die vrijkomt van deze live metingen. Of daar ingegrepen moet worden en of er misschien additionele zero-emissiezones moeten worden toegepast. Op het gebied van duurzaamheid zullen er meer ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Zo zal het transport van de pakketjes in de busjes en in groot vervoer data gedreven gaan worden. Steeds meer dus ook op basis van efficiëntie van A naar B rijden om te zorgen dat we zo min mogelijk uitstoot met z'n allen veroorzaken. Bovenal gaat er ook gebeuren dat je samen met webshophouders en pakketvervoerders steeds meer gaat kijken naar circulaire economie. Voorbeelden waarbij we verpakkingen op een andere manier en circulair gaan behandelen. In samenspraak met de pakketvervoerders en de webshophouders. Want uiteindelijk delen we met z'n allen één adres, de aarde. En die willen we allemaal een stukje beter achterlaten. Het welzijn van de medewerkers wordt op diverse manieren gewaarborgd. Zo hebben medewerkers inspraak uiteraard in dingen die ze fijn vinden op de werkvloer en waar hun werkplek ook beter van gaat worden. Maar uiteindelijk zul je ook zien dat er steeds meer innovatie wordt toegepast. Tilhub ondersteuning om de ergonomie te verbeteren. Hele safety programma's om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk arbeidsongevallen zijn op de werkvloer. Met als doel uiteindelijk dat welzijn op nummer 1 staat. En dat de medewerker altijd in een fijne werkomgeving zijn werk kan doen.